En ik wil nu graag het woord geven aan onze politiek leider, Lilianne Ploemen. Partijgenoten, vrienden, wat is het heerlijk om weer bij elkaar te zijn. En wat went het snel om elkaar weer vast te kunnen houden. Om weer eigenlijk net iets te dicht bij elkaar te staan en in elkaars oor te toeteren. Wat voor geweldige plannen we hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heel fijn om hier weer te zijn. En heel fijn dat we op dit belangrijke en betekenisvolle moment, waar we afscheid nemen van Nelleke en Esther Mirjam, verwelkomen, dat we dat niet achter schermpjes hoeven te doen. Nelleke, jij hebt de afgelopen 4 jaar alles, maar dan ook alles wat je had, wie je bent, aan de partij gegeven. Onvermoeibaar ben je het hele land doorgekrost in je autootje. Onvermoeibaar sprak je met leden, loste problemen op. Er is soms wel wat in onze partij. Nelleke, je loste dat allemaal met een goed humeur op. En iedereen wist, als we je bulderende lach horen, daar is ze. Dank je wel. Dank je wel dat je 4 jaar lang onze partijvoorzitter wilt zijn. Even over wat je de partij gebracht hebt. Frisse energie, toen dat echt nodig was. Een jonge en een diverse kandidatenlijst. Je hebt het mogelijk gemaakt dat leden op andere manieren met elkaar in gesprek konden gaan. Dat kwam heel goed uit toen de coronapandemie ons bezocht. En daardoor zijn we het contact met elkaar ook in de afgelopen 1,5 jaar niet verloren. Heel, heel veel dank daarvoor. En ze blijft gewoon lid, hè, mensen van de partij. Ja, ja, ja. Dus we gaan zeker nog een keer een beroep op haar doen. Toen Nelleke aankondigde dat ze zou gaan vertrekken, meldden zich 8 kandidaten voor haar opvolging. Esther Mirjam, Pieter Paul, Reshma, Frank, Taco, Binnert, Gerard en Ger. En die hebben een geweldige campagne gevoerd. We hebben genoten van alle debatten, alle bijeenkomsten, van jullie energie, van jullie ideeën en van jullie positiviteit. Heel veel dank daarvoor. En na een zomer van campagne voeren voor dat voorzitterschap feliciteren we vandaag Esther Mirjam met de verkiezing tot nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. En wat zou ik nou nog toe kunnen voegen aan die mooie toespraak van haar van zojuist? Ze is hoogleraar, senator, voorzitter van onze programmacommissie. En we zijn heel trots dat we een voorzitter met zo'n staat van dienst in de maatschappij en de politiek mogen verwelkomen vandaag. Mirjam, Esther Mirjam, heel veel succes. We gaan haar missen trouwens in de Eerste Kamer. Maar ik ben heel blij dat we nu samen kunnen gaan werken. Partijgenoten. Na 1,5 jaar, of eigenlijk nog wel meer, talmen en dralen en nee zeggen door Rutte en Hoekstra, zit er dan nu eindelijk schot in de formatie. De conclusie tot nu toe, de huidige coalitie maakt een doorstart. Het is een verloren 1,5 jaar geweest voor Nederland, waarin niet de problemen van mensen centraal stonden, maar de politieke problemen van de VVD en het CDA. Terwijl ondertussen de ongelijkheid, de verdeeldheid, de onzekerheid in onze samenleving toeneemt. Je kunt nog amper een betaalbaar huis vinden. Steeds meer kinderen groeien op in armoede. De economie groeit, de dividenduitkeringen stijgen. Maar voor werkenden en gepensioneerden stijgt alleen maar de energierekening. En waar partijen als Partij van de Arbeid en GroenLinks bereid waren om te kijken of we gezamenlijke antwoorden op de grote uitdagingen van deze tijd konden formuleren, weigerden andere partijen zelfs maar aan tafel te gaan en het gesprek te voeren. En dan nu toch een tweede rondje Rutte 3.
Dat is een hard gelag voor iedereen die na de verkiezingen hoopte op een andere koers voor Nederland. Voor de mensen die genoeg hebben van het kiezen voor puur eigenbelang in plaats van saamhorigheid. Voor de mensen die willen dat vooruitgang weer een belofte aan ons allemaal is in plaats van een voorrecht voor een enkeling. Voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire die nog steeds wachten op gerechtigheid. Voor de Groningers die wachten op steun. Voor de tolken die achtergelaten zijn in Afghanistan. Het is een blamage van je welste dat het kabinet dat hiervoor verantwoordelijk is, straks gewoon doorgaat. En de resultaten uit het verleden bieden heel weinig hoop voor de toekomst. Rutte 3 begon als een kibbelcoalitie en eindigt als een duiventil zonder moreel kompas. Nederland verdient veel beter. Maar partijgenoten, wij sociaaldemocraten, we weten dat we Nederland vanuit de oppositie de goede kant op kunnen sturen. En daarvoor werken we samen. Allereerst natuurlijk met GroenLinks. Dat hebben jullie de afgelopen tijd gezien. En we gaan die samenwerking de komende weken, maanden, jaren natuurlijk verder versterken. Samen met jullie, de leden van de Partij van de Arbeid. En we steken ook de hand uit naar al die mensen en groepen die onze agenda voor een eerlijker, een socialer, een duurzamer Nederland delen. Het is mijn diepe, diepe wens dat we krachtig en eendrachtig kunnen samenwerken om de status quo te doorbreken. En ik heb de overtuiging dat ons dat gaat lukken. Samen ook met de SP, met Bijeen, met Volt, de Partij voor de Dieren en natuurlijk ook met D66. Met de klimaatbeweging, het woonprotest, de onmisbare, PO in actie, Black Lives Matter, de vrouwenbeweging, de vakbonden. Met iedereen die zich verbonden voelt met onze linkse progressieve idealen. Iedereen die zich daarvoor uitspreekt, die daarvoor in actie komt. Met iedereen die vindt en wil dat het anders moet en die weet dat we dat samen kunnen. Omdat we samen een krachtige vuist kunnen maken tegen rechts- en conservatief beleid. Samen kunnen we die verandering afdwingen. En het demissionaire kabinet zal dat de komende weken ook gaan zien. Bij de begrotingsbehandelingen in de Tweede en in de Eerste Kamer. En dat doen we om te beginnen bij de woonbegroting. De woningnood onder dit kabinet, Rutte 3, is groter in plaats van kleiner geworden. De dakloosheid is verdubbeld. Mensen betalen zich blauw aan huur. Beleggers nemen de steden over. En de minister van Binnenlandse Zaken erkent zelf dat ze het er ook een beetje bij heeft gedaan. Vorig jaar dreigde de begroting van diezelfde minister, minister Ollongren, te stranden. Met GroenLinks zorgden wij ervoor dat er 450 miljoen euro wordt geïnvesteerd in leefbare buurten en wijken. Dat de huren werden gematigd. En met de initiatiefwet Nijboer zijn voor het eerst de huurstijgingen in de vrije sector aan banden gelegd. En dat werd tijd. En als dit demissionaire kabinet ook dit jaar op onze steun voor de begroting wil kunnen rekenen, dan moet er nog meer gewijzigd worden. Laat ik alvast een paar belangrijke zaken aanstippen. Het Volkshuisvestingsfonds voor leefbare wijken. Dat moet blijven. De verhuurderheffing moet worden afgeschaft. Huisjesmelkers moeten worden aangepakt met flinke boetes. Want de tijd van halve maatregelen, kleine stapjes, smalle marges is voorbij. De woningnood moet nu aangepakt worden. En waar nu natuurlijk heel veel naar Den Haag wordt gekeken, waar met het demissionaire kabinet eigenlijk heel weinig gebeurt, kijken wij naar de gemeenten. Al die dorpen en steden in ons land. Want daar zijn de komende tijd heel belangrijke keuzes te maken. Misschien wel de belangrijkste keuzes. Kijk maar naar hier, in Eindhoven. Hier boekte de Partij van de Arbeid 4 jaar geleden winst. Met Yassine als aanvoerder en nu Mieke die het stokje van hem overneemt.
Zij maken het verschil, de Partij van de Arbeid Eindhoven. Er is geïnvesteerd in de leefbaarheid van wijken en buurten, samen met bewoners. Er zijn betaalbare huizen bijgekomen en we hoorden het net, kamers voor studenten. Eindhoven staat er stukken beter voor dan 4 jaar geleden. Door onze keuzes. Onze keuzes, de keuzes van Yassine, van Mieke en al die andere PvdA'ers hier in Eindhoven. En met een sterke PvdA worden de wijken en de buurten weer van de mensen die er wonen in plaats van beleggers. En met een sterke Partij van de Arbeid worden de mensen in Utrecht niet uit hun huizen gejaagd om megalomane plannen van projectontwikkelaars te kunnen uitvoeren. Met een sterke Partij van de Arbeid wordt in Parkstad Limburg, in Rotterdam-Zuid en in Leeuwarden Centrum Oost geïnvesteerd in fijne huizen, betere buurten. We leggen de huurstijgingen aan banden om bewoners te beschermen tegen het winstbejag van beleggers. En met een sterke PvdA pakken we foute pandjesbazen aan, zoals onze Groningse bestuurders vergunningen afpakken van huisjesmelkers die huurders intimideren. We investeren in gelijke en eerlijke kansen voor kinderen, zoals Marjolein Moorman in Amsterdam doet. En met een sterke Partij van de Arbeid blijven hele gewone dingen die ineens bijzonder leken onder Rutte 3 in de dorpen en in de wijken. Spoedzorg als je ziek bent, de biep, een zwembad, zoals in Leende hier vlakbij, waar dankzij de Partij van de Arbeid er gewoon weer een bibliotheek is in het dorpshuis. Met een sterke Partij van de Arbeid kunnen we ons allemaal weer thuis voelen op de plek waar we wonen. Want daar gaan die gemeenteraadsverkiezingen over. Het gaat over jouw thuis, of je kunt wonen in een fijne buurt. Daarvoor moet de wooncrisis worden opgelost. Want beleggers nemen onze buurten over. Starters kunnen nog amper een betaalbaar huis vinden. Huurders kunnen ternauwernood de huur opbrengen. Want te vaak wint het grote geld. En te lang is ons verteld dat daar niks tegen te doen is. Maar het kan wel degelijk anders. Dat hebben we als Partij van de Arbeid al vaker laten zien. Lagere huren, betaalbare huizen, in fijne en groene wijken, leefbare steden en dorpen, waar je thuis bent. Dat staat er op het spel volgend jaar maart. Dat staat er op het spel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En de komende maanden gaan we met elkaar op campagne. Buurt voor de buurt, straat voor straat, deur voor deur. Wij laten zien dat het anders kan. Dat de Partij van de Arbeid het verschil kan maken. En u en ik weten, de Partij van de Arbeid gaat het verschil maken. Ja. Jullie zagen niks.